Welkom in de studio van Boerenbusiness. Bij mij is Sander Ulland, Crop Advisor bij Bayer Crop Science. We gaan het hebben over gewasbescherming in mais. Door nieuwe restricties voor het middel Calaris wordt de bestrijding van gladvingergras komend seizoen, namelijk weer iets ingewikkelder. Welkom Sander. Hoe is de onkruidbestrijding afgelopen seizoen verlopen? Afgelopen seizoen hadden we een vrij nat en koud voorjaar. Um, in groot deel van het land, met name in het noorden van het land, is het mais laat gezaaid. Uh, gelukkig hadden we daarna wel een periode dat het toch nog, nog wat warmer werd. Begin juni, toen, toen de laatste maïs gezaaid werd, werd het gelukkig wel warm. Uh, de maïs komt daar dus snel op uh, en daarmee ook het onkruid. Wat we ook hadden in die periode, is dat er heel veel gras uh, nog geoogst moest worden. Uh, dus dat de onkruidbestrijding af en toe in die periode wel, uh, wel wat onder druk is komen te staan. Uh, maar gemiddeld hadden we een laat voorjaar met uh, een snelgroeiend gewas en daarmee ook snelgroeiend uh, onkruid. En waarom is vroege uh, onkruidbestrijding zo belangrijk? Uh, alles wat er niet staat hoef je niet weg te spuiten, hoef je niet, uh, niet te bestrijden en um, een klein uh, onkruidplantje vraagt om een klein beetje middel. Hoe groter het onkruid wordt, hoe meer uh, de dosering naar boven moet. Je moet toch anticiperen op de, op de hoeveelheid onkruid die er staat. En um, hoe eerder je bent, hoe uh, meer maisopbrengst je kunt halen. Het kost, geen, uh, het kost de maïs geen, geen moeite om uh, de bespuiting te weerstaan. Ja, we hadden het net uh, zei ik het al, van gladvingergras is uh, baard heel veel zorgen. Waarom is de bestrijding daarvan uh, zo ingewikkeld? Glasvingergras is um, een, een gras waar we de laatste jaren steeds meer mee te maken hebben. Sinds het komt van, van in de mais is um, de glasvingergrasbestrijding sowieso al lastiger geworden. Um, en glasvingergras kun je eigenlijk nog maar op twee manieren goed aanpakken. Dat is of een vooropkomstbestrijding of in de vroege naopkomst. En dan is het echt als het plantje zo groot is, twee kleine blaadjes heeft uh, en laat hem niet veel groter worden, laat je hem groter worden. Gaat je bestrijding uh, behoorlijk tegenvallen. Dus het moment van spuiten is ontzettend belangrijk. En wat betekent dat voor de spuitmix uh, voor komend seizoen? Uh, Calaris had staat ook altijd nog een redelijke werking richting gladvingerras. Die combinatie uh, van anderhalf liter kunnen we niet meer maken. Um, je hebt echt een hoge dosering nodig. Dus het komt aan of op, op de vooropkomst uh, bestrijding of in de directe naopkomst. En dan moet daar gewoon de hoogste dosering lauw, dus 2,25 in de vroege naopkomst, moet daar, uh, moet daar op komen te liggen. En jullie krijgen elk jaar ook melding uh, van nieuwe giersgrassen. Um, hoe stond het daar afgelopen seizoen mee? Uh, afgelopen seizoen uh, zag je dat de percelen wel weer, uh, waar de giers bekend was, dat de giers ook wel weer, uh, weer naar boven kwam, dat hij alweer opkwam. De warme jaren hiervoor zijn daar de aanleiding van. Het zijn, zijn uh, zomergrassen die echt van warme temperatuur houden. Die temperatuur hebben we gehad afgelopen jaren veel kieming, dus dit jaar zag je hem ook uh, goed terugkomen. En uh, ook dat zijn percelen om goed in de gaten te houden en een speciale uh, mix op te zetten. Om die voldoende goed te, te kunnen bestrijden. Ja, wat kan je specifiek tegen deze uh, onkruidgrassen doen? Um, net als bij de gladvingergras vroeg en tijdig. In het hele kleine stadium uh, voor het uitstoelen van het onkruidgrasje uh, bestrijden. Uh, je moet ze herkennen en erkennen. Dus zorg dat je het grasje kent. Heel veel telers zeggen van ja, ik heb gras, maar welke is het nou? En je moet toch een specifieke onkruidbestrijding uit moeten voeren. Um, en middelen op basis van uh, tembotrion uit de Laudis. Uh, TCM uit de Monsoon, onder andere in de Capreno zijn toch wel aangewezen middelen in combinatie met, uh, met een bodemherfosfide die uh, het gras nog goed aan kunnen pakken, mits het klein genoeg is. Wat is jullie advies dit seizoen? Um, ons advies is dit jaar om de producten Laudis en Monsoon te mengen. Um, we zijn een aantal jaar geleden begonnen, wat voorzichtig van kunnen we dat mengen. In de proef bleek dat uh, goed uit te pakken. Monsoon en, en, en Laudis passen gewoon heel goed bij elkaar. Um, dus onze basismix, onze hoofdmix zou zijn, zoals uh, wij mee op pad kunnen gaan, is Laudis uh, aan 1,75 liter. Uh, daar kan nog 0,75 liter monsoen bij. Um, daar kan eerst nog wat calaris bij, een half litertje. En uh, afronden met een bodemherbicide vond ons hier uh, optimaal is, uh, is een keuze daarin. En dan heb jij een complete mix waar je alle onkruiden... van lastig tot, uh, tot grassen mee aan kunt pakken in, uh, in de maïs dit jaar. Um, ja, um, als je het nou uh, samenvat, uh, wat is dan het belangrijkste om dit seizoen op te letten? Um, belangrijk om dit seizoen op te letten, um, gaat veld in. Um, ik zeg wel eens gekscherend: zaai de mais niet in, maar ga nog eens mais telen. Uh, mais is een heel makkelijk gewas. Mais doet het bijna altijd. Als die maar zijn bemesting en zijn onkruidbestrijding een keer krijgt. Maar we kunnen dat gewas naar een veel hogere plant tillen door er tijdig erbij te zijn. Dat gewas in de gaten te houden. Onkruidbestrijding wanneer het moet. Uh, en het liefst dus vroeg mogelijk. Als een mais twee blaadjes heeft, kun je best beginnen met, uh, met onkruidbestrijding. Laten we daar allemaal eens een weekje eerder mee starten dan dat we nu doen. Uh, en op die manier mais gaan telen. En niet alleen maar. Uh, uh, Plat gezegd inzaaien en uh, hij komt er wel een keer vanaf. Dankjewel voor je toelichting. Dit was Boer Business TV met Sander Uland van Bayer Crop Science. Bedankt voor het kijken.